Hey, leuk dat je weer eens kijkt naar een video van mij. Ik ben weer terug en dit keer in een andere kamer. Ik ben namelijk weer verhuisd naar een andere studentenkamer. Goedkoper en groter. En ik maak vandaag een hele leuke video, tenminste. Ik kijk zelf heel graag naar deze video's van andere mensen. Dat is namelijk 10 dingen die ik niet meer koop sinds ik minimalist ben. En ik heb al eerder een video gemaakt over minimalisme, dus die link ik even hier of hier. Ik weet nooit waar die komt. Hier of hier. Als je nog niet weet wat minimalisme inhoudt en hoe ik daarmee omga. Dus ben je benieuwd wat ik niet meer koop? Kijk dan snel verder. Oké, het eerste wat ik niet meer koop, wat wel echt een grote verandering is, is make-up. En daarmee bedoel ik make-up, nieuwe make-up. Niet dat ik het tweedehands koop, maar bijvoorbeeld een nieuwe bronzer terwijl ik er nog één heb die ik gebruik. Ik heb nu echt alleen de make-up producten die ik elke dag gebruik. En als dat opgaat, dan pas koop ik een nieuwe. En dat is echt best wel chill. Want je hoeft gewoon niks nieuws te kopen. Ik gaf echt zo bizar veel geld uit aan make-up. Terwijl ik al 5 paletten had van de nieuwste merken. En dan kocht ik gewoon alsnog het nieuwste palet van Urban Decay bijvoorbeeld. En dat doe ik niet meer. En dat scheelt me heel veel geld. En ik hoef niet elke ochtend na te denken over wat ik ga opdoen. En daarnaast draag ik soms ook eens een keer geen make-up. En dan is het zonde als je echt een make-up collectie van duizenden euro's hebt. Dus dat doe ik niet meer. En dat is heel chill. En daarnaast heb ik ook maar 1 kleur nagellak. En zelfs die denk ik dat ik die weg ga doen. Want ja, nagellak is echt zo snel eraf dat het gewoon bijna zonde is om daar je geld aan uit te geven. Dus ook dat koop ik niet meer. En het volgende dat ik niet meer koop is douchegel. Dat doe ik voornamelijk omdat er natuurlijk heel veel plastic in die verpakking verwerkt zit. En met een blokje zeep doe je gewoon echt veel langer. Dus ik heb nu een blokje zeep uit Frankrijk gekregen. Want mijn opa en oma wonen in Frankrijk. Dus daar is altijd een markt met echt alle geuren zeep die je maar kan bedenken. Dus ja, met zo'n blokje doe je echt wel, nou ik denk wel een jaar. En dan koop je daarna gewoon weer een nieuw. En dan wat ik niet koop is kerstversiering. Of tijdelijke decoratie. Zoals, nou ja, dennenappels, herfstblaadjes. Dat deed ik wel altijd, want dat vond ik helemaal geweldig. Maar om eerlijk te zijn gooide ik het dan in de winter weer weg. Want dan was het geen herfst meer. En zo is het eigenlijk ook met een kerstboom. Ja, je hebt hem staan, het is schattig, het is leuk. Maar ja, dan berg je hem weer op voor de rest van het jaar. Dus ja, nee, dat koop ik gewoon niet meer en ik vind het zonde. Dus ik zet gewoon gezellig kaarsjes aan en dan heb ik ook gewoon leuke decoratie. En dan, dit zou misschien wel een shock zijn voor jullie, ik koop geen boeken meer. Wat ik merkte was dat als ik een boek uit had, ik het meteen weer verkocht. Bijna voor dezelfde prijs. Dus nee, ik koop het niet meer. Of ik ga een abonnement bij de bibliotheek nemen en dan haal ik daar mijn boeken. Of ik ga op de e-reader boeken lezen. Of ik leen boeken van vrienden. En je hebt ook heel veel van die bibliotheekjes door de stad of door jouw dorp heen. Van die kastjes met boeken erin. Ik zag ook in de supermarkt zo'n ding. En dan kan je gewoon een boek eruit halen. Dan lees je die en dan breng je die weer terug. Dat kan je ook doen. Dus er zijn heel veel goedkope manieren om wel boeken te lezen. Zonder dat je een hele kast vol hebt. En waar je eigenlijk niet meer naar omkijkt. Het kan ook zijn dat je een boekenfan bent. En dan moet je het vooral wel doen. Maar ik merk gewoon als ik een boek uit heb, dan zie ik er gewoon het nut niet van in om het nog een keer te lezen. Want dan, ik ben gewoon echt iemand die een groot geheugen heeft. Dus ik weet dan gewoon nog precies hoe het verhaal gaat. En dan wat ik niet meer koop is een nieuwe telefoon. Ik moet zeggen, de verleiding was groot, want mijn abonnement is bijna afgelopen. En dat betekent natuurlijk dat je een nieuw abonnement uit kan kiezen met een nieuw toestel. En die verleiding was groot, maar ik heb eigenlijk best wel veel spijt gehad van het abonnement dat ik met dit toestel heb afgesloten. Want het is toch wel 32 euro per maand. En als dat ineens minder wordt, dan scheelt dat toch best wel. En ja, er is eigenlijk niks mis met mijn mobiel. Dus wat ik ga doen is mijn batterij laten vervangen voor 55 euro bij Apple. Als mijn abonnement afgelopen is, dan kies ik gewoon een bundel waar ik dan mee kan bellen. En een paar MB's of 1 gig of zo.
En dan in plaats van 32 euro worden de kosten ineens 10 of 15 euro per maand. Nou, dat scheelt toch echt wel als je het in een jaar uitrekent bijvoorbeeld. En daarnaast, ja, als ik mijn batterij vervang, dan is die gewoon weer helemaal goed. Dus ik heb niks te klagen. En dan wat ik niet meer koop is schoenen. En natuurlijk koop ik wel eens schoenen. Maar ik koop niet meer doelloos schoenen. Ik was vaak dan in de Primark. En dan zag ik gewoon leuke schoenen. En dacht ik, oh, die neem ik mee. Gewoon omdat ik ze leuk vond. En vaak waren dat ook de schoenen die het eerste weer weggingen. Omdat ze gewoon kapot waren. Dus ik investeer wel in schoenen. Als ik ze nodig heb. Maar ik ga niet meer gewoon even schoenen kopen. Wat ik voorheen wel deed. En ik heb trouwens laatst 2 paar schoenen naar de schoenmaker gebracht. Omdat de zolen best wel versleten waren. En die zolen zijn gewoon weer helemaal mooi opgehoogd. En nu draag ik mijn schoenen weer echt met plezier. En ja, op die manier kan je ook gewoon langer met je schoenen doen. En ja, het is best wel leuk. En het voelt een soort van ouderwets om naar de schoenmaker te gaan. Maar wel op een goede manier. En deze rakkers van die Superga's. Die heb ik gewoon op een rommelmarkt gevonden voor maar 2 euro. En normaal zijn deze schoenen 80 euro. Dus je kan ook, ja, een keer op een rommelmarkt of iets dergelijks kijken en goed zoeken. En dan vind je soms ook pareltjes. Het volgende dat ik niet meer koop is een gewone plastic tandenborstel. Ik koop nu tandenborstels van bamboe. Ook voor het milieu, ook voor het afval. En ik moet zeggen, ik vind bamboe tandenborstels veel lekkerder poetsen dan plastic tandenborstels. Het voelt ook heel raar als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders ben en ik poets weer met een plastic tandenborstel. Dan voelt het gewoon echt heel gek. Waarom zou je een stuk plastic in je mond doen en daarmee je tanden poetsen? Het is gewoon best wel raar eigenlijk. Dus bamboe voelt gewoon veel beter en het is ook beter voor het milieu. Dus ja. En dan notitieboekjes. Ik kocht heel vaak, als ik dan in de HEMA was, zag ik weer hele leuke notitieboekjes. En dan kocht ik gewoon notitieboekjes omdat ik ze leuk vond. En vaak had ik dan een la vol met 10 notitieboekjes waarvan er maar 1 in gebruik was. I ain't doing it no more, girl. Ik heb nu een notitieboekje en daarin maak ik nu mijn samenvattingen voor school. Ja, stel die komt helemaal vol. Tuurlijk, dan koop ik weer een nieuw notitieboekje. Maar ik ga niet meer doelloos notitieboekjes kopen. En dan echt wat bedenken om erin te schrijven, omdat het ook een notitieboekje is. Dat is gewoon eigenlijk bullshit. En dan, wat ik ook niet meer koop, is hakken, gala kleding en verkleedkleding. Ik heb dit jaar nog wel de fout gemaakt. Ik had een verkleedfeestje en de verleiding is natuurlijk heel groot om dan uit te pakken met je outfit. En ik heb dus een leger outfit jurkje gekocht. Die staat nu al een hele tijd te koop. En die was gewoon 50 euro. Echt. Ik weet niet waarom, maar dan wil je gewoon uitpakken en dan, ja. Best wel zonde van mijn geld. En ik krijg hem nu niet makkelijk verkocht. En je kan hem ook niet terugbrengen naar de verkleedwinkel. Terwijl ik dat jurkje nu maar 1 keer, nu inmiddels 2 keer, want het was weer een ander feestje, heb gedragen. Dus ja, ik ga dat gewoon niet meer doen. En ik vind het zonde. En dan kan ik misschien meer experimenteren met make-up. In plaats van een hele nieuwe outfit kopen. En hakken, ja, weet je, die draag je eigenlijk ook maar 1 keer per jaar. Met kerst of oud en nieuw of zo. En ze zijn niet heel comfortabel. Dus nee, dat koop ik ook niet meer. En ik heb nu van die leren laarsjes met ook een redelijke hak. Die lopen gewoon lekker. Dus die kan ik ook gewoon aandoen. Want die doe ik ook gewoon normaal aan in het leven. En wat wilde ik nou nog meer zeggen? Oh ja, een gala jurk. Ik ga niet elk jaar een nieuwe gala jurk kopen. Dat vond ik ook altijd heel verleidelijk om te doen. Omdat het gewoon, ja, als je die gala jurken ziet hangen, dan denk je wel, wauw, zo mooi. Maar ik heb nu gewoon een paar jurkjes. Gewoon zwarte jurkjes die als gala jurk zouden kunnen. Maar ook 1 die wel echt mooi is en die ik elk jaar wel aandoe. Eigenlijk is dat ook zonde omdat je die maar 1 keer per jaar aan kan doen. Maar de jurk is gewoon zo mooi dat ik hem niet weg kan. Dus wie weet komt dat nog in de toekomst. En als allerlaatste, maar zeker niet least, tampons en maandverband. Ja, ik kocht dat altijd, want ja, weet je, ik had het gewoon nodig elke maand. En nu gebruik ik gewoon een menstruatiecup. Die kan je bij de Kruidvat kopen. En een wasbaar maandverbandje gewoon als extra. Want dat is eigenlijk niet nodig, omdat die cup al gewoon genoeg covert. Maar voor de zekerheid is het toch wel fijn om nog een stukje stof ertussen te hebben voordat je hele broek doorlekt, zeg maar. Stel dat gebeurt. Nou, ik heb een hele goede ervaring met menstruatiecup. Ik ben daar heel erg blij mee, die uitvinding.
En elke maand kook je hem dan 3 minuten in water. En dan is hij gewoon weer bacterievrij. En dan kan je hem gewoon de volgende maand opnieuw en opnieuw gebruiken. En ja, je weet je kan gewoon zo lang met zo'n cup doen. En dat scheelt me echt onwijs veel geld. Je hebt het eigenlijk na een maand er al doorheen. Want ik heb best wel heftige bloedingen. TMI, maar ja, nou, dat is gewoon zo. En als je dan veel maatverband moet kopen, ja, dan ben je al gauw door de kosten van een menstruatiecup heen. Dus dat koop ik ook niet meer. Daar ben ik echt heel blij mee. Dus dit waren 10 dingen die ik niet meer koop. Ik ben wel benieuwd of jij ook iets hebt dat je niet meer koopt. Laat het me weten. Geef een duimpje omhoog en dan zie ik jullie hopelijk in mijn volgende video weer terug. Bye!